We gaan het hebben over een van de meest sexy onderwerpen die je kunt voorstellen in de muziekindustrie. En dat zijn toiletten. En nog specifieker, gendervrije toiletten. Toiletten waar de jongens en de meisjes door elkaar heen lopen. In het nachtleven zijn ze tegenwoordig steeds gewoner. En op festivals is het eigenlijk ook stilletjes aan steeds normaler geworden om gewoon één toilet te hebben voor iedereen. Maar in poppodia of in gebouwen waar gewoon muren nog staan, is het toch nog wel even een ander verhaal. Ze hebben ze bij Echo, poppodium in Utrecht, nu echt een muur moeten wegtikken om één toilet te krijgen. Naast mij zit Marlies Timmermans van Echo en ook de directeur van Best Kept Secret, Robert Zwart. Laten we beginnen met gewoon een simpele vraag. Waarom wil jij zo graag een gendervrij toilet in je poppodium hebben? Ja, het is in eerste instantie een praktische overweging geweest, omdat het heel efficiënt is voor de kleine ruimte waarin wij zitten. Maar ook efficiënt als in de doorstroming is sneller. Maar ik vind ook dat het eigenlijk niet meer als normaal zou moeten zijn. Echo is een podium wat vernieuwend programmeert. En ik vind dat we ook vernieuwend moeten zijn. Voor zover dat nog zo is, vind ik overigens in dit geval. Of in andere dingen in ons beleid. Ja, je zegt vernieuwend misschien niet meer zo. Tegelijkertijd merk je dus, zodra je tegen iemand zegt gendervrij toilet, dan krijg je meteen reacties. Mensen zeggen, oh god, ja, ik weet niet of ik dat nou wel zo prettig vind. Jullie hebben het nu een week of 3, 4. Hoe zijn de reacties? Nou, in principe denk ik niet echt dat we er echt reacties op krijgen, heel expliciet. Je ziet wel, als er wat meer gedronken wordt, dat mensen daar soms wat ongemakkelijk op kunnen reageren. Omdat hoe bijvoorbeeld? Omdat ze opmerkingen gaan maken. En dan met name de vrouwen. De vrouwen doen dat, ja? Ja, de vrouwen wat hebben er dan een soort van ongemak. Ja. Wat voor opmerkingen zijn dat dan? Nou, bij ons is het zo dat wij, kijk, bij de school in Amsterdam hebben ze alleen maar toilethokjes, ook gendervrij. Maar wij hebben urinoirs aan de ene zijde en aan de andere zijde hebben wij toilethokken. Dus ik denk dat dat een verschil maakt. Als het anders zou zijn geweest, denk ik dat er niet zo'n opmerkingen zouden worden gemaakt. Dus mannen die staan te pissen in een urinoir krijgen opmerkingen? Nee, mannen die in de rij staan voor de hokjes krijgen opmerkingen. Ah, jij moet kakken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of jij bent zenuwachtig, zeker. Je durft niet. Ja. Dat is typisch iets wat vrouwen dus doen, kennelijk. Mannen die blijven een beetje discreet. Ja, vind ik wel. Ja, tenminste, voor zover ik het zie natuurlijk. Ik ben er niet altijd bij. Maar het valt me wel op. Ja. Krijgen jullie klachten? En wie zijn de grootste zeikers, de mannen of de vrouwen? Geen klachten. Nul klachten? Nee. Jullie klachten? Want jullie hebben op Best Kept Secret ook gendervrije toiletten. Al vanaf het begin? Ja, eigenlijk altijd gedaan. We hebben die vrijheid ook natuurlijk met een festival. Je bouwt het tijdelijk voor een korte periode. Dus dat is wat anders dan een muur weg moeten hakken. Dus je kunt dat inrichten zoals je wil. Wij vonden dat het meest logisch eigenlijk altijd. Die ruimte heb je ook als festival om innovatief te zijn en vrij te zijn. En dingen durven doen. Maar voelt dat als innovatief? Nee, het voelde heel logisch eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. En als ik kijk naar hoe het publiek ermee omgaat, ervaren zij dat ook zo. En je ziet het op veel festivals. Dus het is eigenlijk heel erg logisch. En, ja. Maar er is toch ook nog zoiets als toiletrituelen? Hè? Vrouwen die onderling toch even over die mooie man op de dansvloer praten. Mannen die zichzelf nog even in de spiegel willen aankijken of ze wel een goede partij zijn voor iemand die ze zojuist hebben gezien. Dat soort dingen, dat hoort toch ook een beetje bij toilet? Ja, maar ik weet nog steeds niet of daar per se een harde scheiding moet zijn tussen mannen en vrouwen. En of dat ook niet gewoon door elkaar is. Als je staat op te tutten, dan wil je toch niet dat er een kerel naast je staat? Ik weet niet of dat zo'n issue is. Ja, ik ben geen vrouw, dus ik tut me niet op in de. Maar hoe kijk jij daar dan naar? Nou, we hebben er wel over nagedacht. In zover dat wij in het midden een soort van geen scheidingswand hebben, maar wel een groot wasmeubel met een grote spiegel. Zodat je aan de ene zijde wat makkelijker als vrouw, als je dat wil, inderdaad iets kunt corrigeren aan je uiterlijk. Dus daar moet wel over nagedacht worden. Maar het wordt dan toch wel gek. Je gaat toch nadenken van waar wil je die onderscheiden tussen mannen en vrouwen wel houden? En waar haal je de muren letterlijk weg? Maar je wilt toch een beetje een comfortabele plek sowieso creëren. Daar heeft het meer mee te maken. Ja. Je zei in het voorgesprek, er is nog wel een volgende stap te nemen en dat zijn de douches. Ja. Dat is nog een stapje ingewikkelder, ja. Toch? Nou ja, dan wordt het deels ook denk ik een andere discussie. En daar komt ook meer privacy bij kijken natuurlijk. Zou je dat willen? Gendervrije douches? We hebben het eigenlijk afgelopen jaar gehad. Voor een deel op de camping op Best Kept Secret. Waarbij we eigenlijk met containers als het ware werkten. Waar meerdere douches in zaten. Nou, daar waren douches waar een soort voorruimte in zat. Waar je kon omkleden. En op die manier heb je eigenlijk je eigen, je veilige, privacy-veilige domein. Ja, want normaal was het natuurlijk vaak dat je een soort grote hal had waar iedereen zich uitkleedt en dan ga je een douche in. En dan wordt het weer een heel andere discussie.
Waarom wil je dat dan zo graag? Want dat lijkt me dat dat duurder is, ingewikkelder. Hoeft niet per se, denk ik. Al zit je op festivals, heb je natuurlijk altijd met heel veel productionele beperkingen te maken. Je moet altijd roeien met de riemen die je hebt. En dat ligt heel erg aan de omstandigheden, aan het type festival, materiaal, dat soort dingen. Dus dat is niet heel makkelijk om dat soort dingen grootschalig zomaar door te voeren. Maar we zijn daar wel heel bewust mee bezig. En het mooie aan festivals is dat je één keer per jaar de ruimte krijgt om te experimenteren. En dat uit te proberen. En eigenlijk vooral door het niet heel bewust te benoemen, maar het gewoon te gaan doen, kun je ook het beste zien hoe je publiek daarmee omgaat en daarop reageert. In het geval van die douche units, ja, dat werkt gewoon. Dat vindt zijn weg gewoon. En ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde publieksgroepen zijn die er echt geen enkele moeite mee hebben en andere juist weer wel. Ik kan me ook voorstellen bijvoorbeeld dat jullie als popzaal ook heel graag, noem maar wat, de Marokkaanse gemeenschap binnen zouden willen halen. Die heeft daar waarschijnlijk meer moeite mee dan iemand die naar alternatieve indie-bandjes luistert. Ja, zou kunnen, maar ik vind, ze gaan in de trein denk ik ook gewoon naar het toilet en dat is ook gendervrij. Dus in die zin is het daar al heel erg ingeburgerd. En ik zou eigenlijk niet weten waarom dat bij ons niet zo zou kunnen zijn. Maar dat is thuis toch ook? En thuis, laten we eerlijk zijn. Ja. Heeft het voor jou een symbolische waarde, het weghalen van zo'n muur? Nou, wat ik al zei, we hebben het echt vanuit. Het is gestart echt vanuit praktisch oogpunt. Je zei erachteraan ook. Het is ook iets wat je wil. Ja, maar omdat ik het juist heel normaal vind. Ja. Ik vind het juist helemaal geen big thing. Maar er wordt wel veel over gesproken natuurlijk. Hè? De verschillen tussen mannen en vrouwen. Zeker ook in de muziekindustrie. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, in zoverre is het wel. Als vrouw in een sector die door mannen wordt gedomineerd. Alhoewel dat wel aan het veranderen is, vind ik. Maar is dat inderdaad. Kan ik dat ook wel een beetje zien als symbolische waarde. Maar niet zozeer voor die toiletten. Maar in het algemeen dat ik vind dat je daar in die zin aan moet bijdragen. Wat vind je daar belangrijk aan? Ik vind een balans. Diversiteit is belangrijk in je organisatie, in je programma, overal. Pluriformiteit. Ik geloof daar ontzettend in dat belangrijk is om dat uit te dragen en daar ook op te sturen als je dat kunt. In hoeverre is dat aan het veranderen? Je zegt er is wel wat aan het veranderen, maar wat verandert er dan? Nou, er komt een nieuwe generatie aan, of die zit er eigenlijk al. Die is diverser. Je hebt wel eens gezegd, het probleem is niet zozeer dat er veel mannen zijn, maar dat er veel mannelijkheid heerst in onze sector. Ja. Leg eens uit wat het verschil daartussen is. Nou, masculin versus feminin, je bent toch, je stuurt denk ik op een andere manier. En ik wil niet zeggen dat alle mannen masculin sturen of alle vrouwen feminin. Ik denk juist dat er ook veel vrouwen in deze sector zijn die misschien juist eerder wat masculiner zijn qua houding. En ik moet zeggen, het begint ook bij mijzelf, dat ik ook zelf de eerste jaren dat toch ook wel veel heb gedaan. Een beetje one of the guys, stoere, sterke houding aannemen. Terwijl eigenlijk, als ik er nu terugkijk, denk, daar zit eigenlijk niet mijn kracht. Zie je dat ook? Ja, ik zie dat heel sterk. En ik vind dat wij voor een progressieve sector, die we onszelf graag noemen, nog echt heel veel terrein te winnen hebben op dat vlak. Dat er bij buitengewoon veel organisaties met name op managementniveau heel veel mannen zitten. En dat er ook heel veel mannen zijn die daar nog niet heel erg bewust mee bezig zijn. En dat zal ongetwijfeld ook een generatiezaak zijn, dat geloof ik. Maar ik denk dat dat ook wel iets is waar we stil aan elkaar eens wat meer op moeten gaan aanspreken en bewust van moeten worden. En er wordt ook wel heel erg makkelijk en vaak zelfs ook nog wel lacherig over gedaan. En dat vind ik eerlijk gezegd voor een sector als de onze echt iets waar we de komende jaren eens flink werk van moeten gaan maken. Ja, hoe bijvoorbeeld? Allereerst daar bewust van te zijn en je organisatie durven, je hele organisatie daar bewust van durven te maken en dat hoog op de agenda zetten. En dat is iets wat wij bijvoorbeeld bij Friendly Fire doen. Op dit moment werken er meer vrouwen dan mannen bij ons. Dat zijn ook de meest capabele mensen in onze ogen. Dus dat heeft ook niks met voortrekken te maken of een soort positieve discriminatie. Maar dat heeft wel heel erg te maken met wat voor een bril zet je op wanneer je op zoek gaat naar de goede nieuwe mensen voor je organisatie. En dat is echt een mindset ding. En ik bedoel, in ons geval, het zijn nog wel altijd drie mannen die het ooit begonnen zijn en die het bedrijf nu nog runnen. Maar wij proberen wel ook daar op termijn wel degelijk te zorgen dat dat soort zaken ook wel veranderen. Hoe Overman?
Wat zeg je? Move over. Ja, it's gonna happen, for sure. Ja, dat moet ook. Gaat die muur wegblijven of gaan jullie het eens even aankijken? Hij kan eigenlijk niet meer terug, hè? Hij gaat zeker niet terugkomen. Dank jullie wel.